In Paramaribo is deze dagen een nieuwe melkcentrale geopend. Een achttal meisjes trad hierbij op als vertegenwoordigsters van de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname. Zoals daar zijn Indianen, Hindoestanen, Javanen, Negers, Blanken en Chinezen. De minister van Economische Zaken, de heer Zuiverloon, wees op de betekenis van dit project voor de bevolking van Paramaribo en omgeving. Onder zijn gehoor bevond zich onder andere onze vicepremier Dr. Anders Korthals. De melkcentrale was hierna voor korte tijd het domein van de jeugd, die niet alleen met grote ogen van bewondering rondkeek, maar bovenal wilde bewijzen dat ook in de tropen melk goed is voor elk. Een stelregel die de volledige instemming bleek te hebben van de minister-president van Suriname, meester Emmanuels. De ingebruikstelling van deze centrale, die een project is van het 10-jarenplan, is belangrijk voor de gezondheid van het Surinaamse volk. De capaciteit bedraagt 20.000 liter per dag. Een hoeveelheid die in de toekomst tot het dubbele zal worden opgevoerd. De melk zal de weg naar de klanten wel weten te vinden. En zij zullen niet lang hoeven te wachten. Want voor de distributie beschikt de centrale over een aantal handige, gemotoriseerde wagentjes.